Bart van Hintem, Pek Zwolle speelt vandaag met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk. Hoe kijk je op deze wedstrijd terug? Ja, zoals je verwacht, als je naar de wedstrijd kijkt, geheel de wedstrijd is gewoon een hele slechte wedstrijd van ons. We moeten het hebben aan het voetballen kwaliteiten, maar dat was vandaag vooral door niemand eigenlijk terug te zien. RKC leek bij tijd en wijle iets feller dan Pek Zwolle. Hoe komt het volgens jou? Ja, feller wil ik niet zeggen, maar ik denk we hadden een taak meegekregen dat we hoog druk gingen zetten. Die hebben we wel goed uitgevoerd. Maar elke keer als je de bal veroverde, waren we met name gewoon slordig. En dan weet je dat je het gewoon moeilijk gaat krijgen. Want hun voetbal ook tegen degradatie en zetten natuurlijk alles in strijd. Maar ja, zoals ik al zei, het was gewoon een slechte wedstrijd. En met wat voor tactiek begonnen jullie aan deze wedstrijd? Ja, gewoon net zoals altijd. Gewoon voetballen, hoog druk zetten, proberen te winnen. En, in het begin kwam het wel uit, de druk zetten, maar zoals ik al zei, het gaat om het voetbal en dat was vandaag gewoon ruim onvoldoende. Toch kregen beide ploegen nog voldoende kansen. Vind je uiteindelijk dat Pek Zwolle vandaag een punt heeft gewonnen of twee punten heeft verloren? Nou ja, de wedstrijd kon alle kanten op. Als RKC vaker scoort, dan kan het ook. Maar ja, als je de 1-1 maakt en in de laatste minuut nog een kans krijgt, volgens mij ook nog tweede geen op de keeper. Als die breed wordt gelegd, dan zit hij erin. Ja, dan ga je gewoon met 3 punten naar huis. En daar praten we nergens meer over. Maar ja, nu gaan we morgen gewoon terugkijken naar de wedstrijd. En het zal volgende week anders moeten, maar dus we hebben nog een week om naartoe te leven. Je refereert er al aan, de volgende week een belangrijke bekerwedstrijd. Hoe leven jullie hier nu naartoe? Ja, morgen gewoon uitlopen en deze wedstrijd bespreken. Ja, volgende week wordt natuurlijk een andere wedstrijd. We gaan geschiedenis schrijven en we gaan er alles aan doen om een leuke wedstrijd neer te zetten. En we gaan zoals normaal elke wedstrijd gewoon voor de winst.